En Annemarie Eesinga die denkt, mag ik ook nog een keer met mijn koor? We hebben altijd in onze regio concerten een koor. Nou, wat een koor is dit, hè? Je hebt conservatorium gedaan. Eigenlijk om zelf te zingen, maar ook om te dirigeren. Nee, alleen om zangers te geven. Heb je klanken op snoer? Kom even gewoon bij. Dat koor dat kan wel even zongen. Nee, alleen om. Ik ben afgestudeerd als solist, zogenaamd solist. Klassieke muziek. En ik geef zangers. Dus dit wordt een heel klassiek optreden? Ja, misschien voor sommigen wel, maar we proberen een beetje, zeg maar, richting de gospel en praise worship muziek te gaan, omdat het heel dicht bij ons gevoel ligt. Dus we maken een uitstapje. Nou, heb ik begrepen dat jij een beetje een fan bent van Don Moen, klopt dat? Een grote fan. Een grote fan. Je gaat het werk van hem zingen? Ja, we gaan vanavond twee stukken zingen uit de kerstmusical Emmanuel Scum. De eerste, I offer my life to you. En de tweede, Jesus, we enthrone you. Maar we beginnen met Grace, great in thy faithfulness. Ik kan het mooi kunnen aankondigen. Applaus voor het heel goed woord.